wereld is in transitie. Uitdagingen op het gebied van onze stedelijke omgeving, gebouwprestaties, industriële processen en energie zijn aan de orde van de dag. Maar met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? Hoe ziet de wereld eruit in 2050? Ik zelf denk dat de wereld er totaal anders uitziet. Dat die veel meer verandert dan wij ons nu kunnen voorstellen. Iedereen is straks met elkaar connected. Ja, ik vind het gewoon zo spannend om hiermee om te gaan. Want er gaat zoveel veranderen. En wij zijn erbij. Hoe moet de industrie van de toekomst eruit zien? Kan je eigenlijk gebouwen, winkels, woningen inrichten dat ze eigenlijk telkens slimmer worden? Dat het lerend is, een soort learning buildings, learning environments. Eigenlijk moet Nederland proeftuinland worden, veel meer experimenteren en ontwikkelen. Hoe kunnen we die energievoorziening beter en optimaler doen? Dat we elk ding wat we maar doen, dat eigenlijk energie oplevert. Hoe ga je de big data, dus alle informatie, hoe ga je dat nou op de goede manier in dat systeem inbrengen, zodat je vooruit kunt denken met je smart grid? Een mooi voorbeeld vind ik de Skycar. Als iedereen er eentje heeft, dan heb ik geen auto meer op straat nodig. Weet je wel? Dan kan ik gewoon alles op de verdieping zetten. Ik kan gewoon door het raam heen vliegen. Denk even aan de vergrijzing en de technologie die daar ook oplossingen bij heeft. In de vorm van zeer geavanceerde scans en ook preventief ziektes ontdekken. En daarmee ook de zorgkosten wellicht naar beneden brengen. Wonen in een windmolen die meer energie en water produceert dan wat het consumeert. Eigenlijk een soort powerplant, een binnenstedelijke powerplant. Ik droom van een slimme wijk waarin we alle technologie hebben samengebracht. Dus op een manier waar mensen blijer van worden. Ja, het valt me zo op dat jullie het allemaal hebben over fabrieken van de toekomst. Maar misschien zijn die wel bij de mensen thuis. Want je kunt straks thuis veel meer zelf produceren. Ik droom nog steeds van een straat die alleen maar bestaat uit bakstenen die gloeien. Zowel de vloer als de wanden. En die dan aangestuurd worden door de mensen die er doorheen gaan. En die aan en uit gaan terwijl je langskomt. In een constant veranderende wereld bieden wij innovatieve en duurzame oplossingen. Die de dagelijkse leef- en werkomgeving verbeteren. Dat doen we in heel Nederland. Door lokaal dicht bij onze klanten te zijn. Samen op weg naar 2050.